Komende donderdag is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Tijdens deze verduistering schuift de maan voor de zon, waardoor het net lijkt alsof er een hap uit de zon wordt genomen. Maar wat houdt zo'n zonsverduistering precies in? Zo nu en dan, dan komen de zon, de maan en de aarde op één lijn te staan. Het zonlicht wordt daarbij grotendeels geblokkeerd door de maan, waardoor wij op aarde eigenlijk in de schaduw van de maan komen te zitten. En ondanks dat de maan 900 keer kleiner is dan de zon, zorgt het toch voor een verduistering. En dat kan doordat de zon ook 900 keer verder weg staat dan de maan. Hierdoor lijkt het alsof de maan en de zon dezelfde grootte hebben. In Nederland krijgen we te maken met een gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij maar een deel van de zon wordt afgedekt door de maan. Tussen 11.19 uur en 13.31 uur in de middag schuift de maan, vanaf de aarde gezien, van rechts naar links voor de zon langs. Het maximum dat wordt om 12.23 uur bereikt. En op dat moment is zo'n 17% van het zonoppervlak bedekt door de maan. Een volledige zonsverduistering krijgen we dus niet. Maar in delen van Canada en Groenland schuift de maan wel in haar geheel voor de zon. Helemaal donker zal het daar echter niet worden, omdat er nog een ring van zonlicht overblijft rondom de maan, omdat de maan een schijnbaar kleinere diameter heeft dan de zon. Wil jij de gedeeltelijke zonsverduistering goed kunnen zien? Dan kun je het beste een eclipsbril gebruiken. Deze bril zorgt ervoor dat het zonlicht geen schade aanbrengt aan je ogen wanneer je naar de zonsverduistering aan het kijken bent. Waarschijnlijk zijn er tijdens de zonsverduistering zonnige perioden, dus er is een grote kans dat jij dit verschijnsel in het echt kunt gaan zien. Geniet ervan!